Met onze vereniging streven we ernaar om vrede en dialoog tussen alle mensen te ontwikkelen, ongeacht religieus en cultuur. Daarom hebben we jullie vanavond uitgenodigd op ons Sama-avond. Dat is eigenlijk het draaiend dansen en de liefde verspreiden naar ieder hart. Zoals Rumi zei, ik behoor geen enkele religie toe. Mijn religie is de religie van de liefde. Elk hart is een tempel. Elk hart is een heilige plek. Het is niet relevant of het een moslim, christen, jood of ongelovig is. Een universele boodschap is: de liefde moet regeren. Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid. Laten we van alles genieten. Tot op het einde. Dank u wel. Ik heb hier kort uitgegeven over Mohammed Jalaluddin Rumi, bekend als Rumi natuurlijk. Hij heeft geleefd in de 13e eeuw, een filosoof en dichter van Persische afkomst, die uiteindelijk beland is in Turkije en overleden is in Konya. Rumi is een van de belangrijkste personen uit de Perzische dichtkunst door zijn religieuze gedichten die God prijzen. In religieuze kringen wordt hij ook wel Mevlana genoemd. In de loop van de avond gaan we veel meer over hem te weten komen. Ik ga heel kort ook vertellen wat er ons te wachten staat. We gaan beginnen met een video over Rumi dat ongeveer 10 minuten gaat duren. We gaan beluisteren naar Ney is een Arabisch-Persisch-Turks muziekinstrument, een fluitachtig instrument. En dan gaan we het oproep tot het gebed, de Ezan, ook horen. We gaan luisteren naar goddelijke liederen. Daarna is het uiteindelijk tijd voor de Sama, draaiend dansen en de liefde verspreiden. We gaan luisteren naar een Koran-recitatie. En als laatste mogen jullie vragen stellen. Hebben jullie de gelegenheid om ook antwoord te krijgen. En helemaal op het einde mogen jullie genieten van hapjes en drankjes die door onze vereniging Locomotief door de vrijwilligers gemaakt is. Veel luister- en kijkplezier. Thank you.
Vanuit ons eigenlijk, dus vanuit ons geloof, vanuit onze religie, is het God die ons heeft geschapen. De reden dat wij hier zijn, is eigenlijk om ons best te doen hier, op deze aarde, om onszelf te vinden en om de weg te vinden.